Yo, Kevin van het Westen van je en leuk dat je kijkt naar een nieuwe serie op mijn kanaal. Hopelijk een nieuwe serie. Welkom bij Ark Extinction. Yes, we zijn hier in een nieuwe wereld. Een Extinction modded Ark wereld. Yes, ik speel op de server van Kletsy. Dat is een YouTuber die ik ken, waar ik Pixark mee heb gespeeld. En ja, hij is op dit moment een beetje, heeft een software pauze met zijn kanaal, volgens mij. En hij heeft een eigen Extinction server. En dit is dus die Extinction server. En ja, ik ben hier net gespawnd. En ja, dit is op de Crystal Isles map. Dus laat ik eerst gaan kijken. Oeh, narcoberries. Oh, de gathering is best wel hoog. Dit is best wel cool. Zijn dit allemaal narcoberries? Waarom zijn dit allemaal narcoberries? Oké. Okay. Dat is mijn boom. Geef me hout. Oké, wat hout erbij. Nice. Wat zijn dit? Wat kan ik hiervoor verzamelen? Azulberries. Anglergel. Oeh. Oeh, is hier een Ice Wyvern claiming allowed? Claim Ice Wyvern. 180. Kletsies. Oké. Dus een wiffen. Ice Wyvern die kan claimen. Moet ik een Ice Wyvern van hun gaan claimen? I don't know. Hij zit in een rot, zo te zien. Wil ik een Ice Wyvern gaan claimen? I don't know. Dit zijn hier mijn huisjes hier. En de foundations zijn gone. En I don't know wat er aan de hand is. Het is van Owner Nameless. Oké. Okay. Wat ik wil even doen. Ik wil een tribe gaan beginnen. En ik noem het. Hoe gaan we de tribe noemen? Hoe gaan we de tribe noemen? Hoe ga ik mijn tribe noemen? I don't know. I don't know hoe ik mijn tribe ga noemen. Moet iets goed zijn. Goed zijn. Ik noem het gewoon de Versi tribe. De Versi tribe. Nice. Oké. Okay. Versi tribe. Create tribe name. Jongens, meisjes, dames en heren. Ik zal de link van naar deze server in de beschrijving zetten. Een link naar een G-Portal pagina waar je de server kan joinen. Dus waar mensen mogen bij mij in de tribe. Yes. I don't know. Misschien mensen die ook op mijn Ragnarok server spelen. Kunnen misschien hier ook op gaan spelen. I don't know. Maar ik zie hier allemaal andere wyverns. Ik zie daar ook een wyvern staan. Yes, ik zie dit ook wyvern. Dit lijkt me een poison wyvern. Maar er zijn zoveel andere wyverns. Extinction Core. Dit is Owner de Kletsies. Oké. Okay. I don't know wat hier allemaal gebeurt. Maar dit is een cute huisje dit. Kan ik gamma 3 doen op de map? Ik kan gamma doen. Er zijn foundations weg hier. Oké. Okay. I don't know wat er allemaal aan de hand is hier. Dit is een cute huisje. Ik wil ook een cute huisje gaan maken. Oh, nice balkon en alles. En holy shit! Kijk naar dit. Allemaal. Ik zie een Sarko. Ik zie een vliegende. Deze map is echt awesome. Ik heb echt screenshots gezien van de map. Ik heb de map ook een beetje verkend in singleplayer. Yes. Kan ik jou claimen? I don't know. Is dit something claiming allowed? Nee. Oké. Okay. Maar jongens, meisjes, dames en heren. Dit is een waterpool. Dat is toch wel nice. In deze aflevering, wat ik wil gaan doen, is... Dit is Extinction Core. Jongens en meisjes, dames en heren, ik heb ooit 1 uurtje modded gespeeld. 1 uurtje. En in dat 1 uurtje modded, is een Paras hier van level 200. Damn, oké. Okay. Ik heb ooit 1 uurtje modded gespeeld. En toen werd ik aanvallen door een kalkoen en een turkey. Dus een turkey. En toen ging ik dood. Yes, dat kan alleen mij overkomen. Maar, wat ik denk ik ga doen, is ik ga deze claimen hier. Wil ik hem gaan claimen... I don't know. Hij staat hier in een rot. Niemand geeft hem liefde. Niemand geeft hem liefde. Claim hem. Claim. Oké. Okay. Oké. Ik moet eerst iets dingen maken. Oké. Okay? Als mensen problemen hebben met... Natuurlijk dat ik hier... dat ik die Vivian heb geclaimd. Mensen, dan wil ik hem echt met alle liefde teruggeven. I don't really... Maakt niet heel erg veel uit. Wat is dit? Fog remover. Oh, nice. Ik heb stenen nodig. Alleen ik zie geen... Oh, hier liggen stenen. Damn, stenen. Nice, 30 stenen. Oké, okay. Nog een level erbij. Hey, ik ga level in... wait, want dat doe ik altijd aan het begin. Oké, okay. Nou wil ik even de ingroups gaan kijken. Er zijn een heleboel dingen hier. Upgrade station. Ik heb geen idee wat al die dingen... Builders helmet. Helps to build structures using outline effect. Oké, okay, I don't know. Jongens, maar ik weet hier nergens van. Een yellow tribe head. 10 Black Pearls. Hoe krijg ik er 10 Black Pearls in... Oh, oké. Okay. Reusable Spears. Zijn er ook iets met Trank Spears of zo? Tranquilizer Spear. Nice. Die dingen zijn best wel handig. Yes, die dingen zijn zeker handig. Zeker handig. De XP, by the way, staat op 5 times, volgens mij. Wat ik heb begrepen. Dus het XP is 5 keer. Wat op zich wel zo oké is. Oké, okay, ik heb al die dingen geleerd nu. Wat ik nu wil doen, is ik heb fiber nodig. Dit geeft me lekker fiber. Zijn hier dingen die ik kan doen? Nee, ik heb een pickaxe gemaakt, of niet?
Ik heb een pickaxe gemaakt. Yes, ik heb een heleboel nakken. Ik heb angle gel. I don't know hoe ik aan de angle gel kom. Maar ik heb angle gel. Oké, wat heb ik hiervoor nodig? Flint. Oké, ik moet een steen vinden. En ik heb flint nodig. Oké, laat ik mijn shirt gaan aantrekken. Oh, en het leven. Wat voor hoed ga ik opdoen? Wat is een hoed die mij... Die ik erg goed kan gebruiken. Een hoed Vlissen Sieri. Weet je wat? Ik wil deze hoed hebben. Ik wil deze hoed doen. Aha! Schitterend. Schitterend. Oké. Ik heb een steen nodig. En hier zit een steen. Dus die ga ik halven voor een beetje flint en een beetje stone. Dit is allemaal awesome, perfect. Het wordt onweerd in de game. Het is allemaal gewoon... Kan ik jou nu bevrijden uit de steen? Ik kan jou bevrijden uit de steen. Mijn ijs wiffen is 180. Ik heb hem niet getemd. Claimed. Yes, maar als mensen problemen mee hebben, dan haal ik hem weg. Wiffertje. Oké. Okay. Wie heeft jou getemd? Kan ik niet zien. Je hebt een heleboel levels. Yes. Ik ga jou health geven. Een heleboel health. Ik denk dat je een heleboel health nodig hebt. Schat ik. Zo. Ik wil wat move speed geven. Move speed of weapons. Altijd awesome. Is altijd nodig. En let's gaan in melee. Damn, oké, we hebben onszelf een Wyvern. Is er iets op te healen? Ik heb net deze dingen hier gezien. Even kijken. Raw fish meat en tintelberries. En dat kan ik natuurlijk echt niet gebruiken. Nee. Maar, ik wil eventjes een axe maken. Yes, maak mezelf een axe. Maak mezelf een reusable spear. Maak er maar twee. Maak een S plus campfire. Yes. Oké, ik heb weer een level. Ik wil naar 200 weight. En dan ga ik normaal gezien altijd daarna health... upgraden. En nou wil ik eigenlijk alle skins in mijn inventory, wil ik droppen. Weg met de skins. Deze kan ook weg. Ik heb geen skins nodig nu. Nice reusable spears. Kampvuurtje. Oké, ik zag dat ik weer een level had. Levels. Oké, dus. Wat kan ik allemaal gaan leren? Oké. Wat is dit? Bulk tools. These tools are required to operate a bulk grinder. Place it near a bulk grinder. Ik heb dus geen idee wat die dingen zijn. Ik maak wel een narcotics. Dat heb ik wel nodig. More on pestle. Kan ik wel gaan gebruiken. En wat is dit? Een awesome spyglass. Oké, is dat de enige spyglass in de game? Of zijn er meer spyglass in de game? Dit is blijkbaar de enige spyglass in de game. Er is nog eentje hier. Ik weet niet wat dit is. Dit is een normale spyglass. En een beetje zoom. Zoom, shift zoom. Oké, crystals. Maar er waren hier crystals. Dit zijn crystals hier ergens. Wacht, dit zijn crystals. Kijk hier normale crystals door. Refined crystals. Raw salt. Oké. Okay. Ik krijg geen crystals hiervan. Oké. Okay. I don't know wat er aan de hand is. Maar. Ik heb zout. Ik heb een rough crystal. Ik heb geen idee wat ik doe. Ik heb een refined crystal. Ik heb ook geen idee wat ik daarmee doe. Ik heb geen broek. Dus laten we eerst maar proberen even een broek te regelen. Dat we dat eerst even gaan doen. En ik zie daar even een parasol van level 200. Misschien kunnen die gaan killen. I don't know. Dit is deze parasol hier. Ik moet level 10 zijn om te passive tamen. Oké, okay, ik wil jou passive tamen. Dat is wat ik wil doen. Ik wil jou passive tamen. Wat voor level ben ik? 8. Oké. Okay. Wil ik wat hout gaan verzamelen? Oké, I'm overweighted. Oh, nu al. Wat? Waarom kan ik wood structures maken? Level 11, oké. Okay. Dan ga ik alle wood gewoon droppen. En ik zeg wood droppen. Geef mij dit XP. Geef mij XP. Ik ga gewoon levelen in weight. Dan ga ik alle wood droppen die ik kan droppen. Of alle wood ga ik droppen die ik vind. Ik kan niet gewoon touch doen. Is dat easier? Geef mij net zoveel XP volgens mij. Geef mij al, wat is dit? Het is gewoon hout. Oké. Okay. Parasol, jij bent zo dadelijk van mij. Jij bent zo dadelijk mijn Parasol vriend. Ik heb 1000 touch. Oh god, 1000 touch. Oké, okay, ik ga gewoon alles harvesten. Echt. Dus ja, laten we even praten over die serie. Terwijl ik gewoon lekker een harvest ben, level tot level 10. En hopelijk een burst kan tamen. Oh, ik ben level 10. Dit is een serie van Kletsy, een YouTuber die ik ken. En dus de server is voor mij al een beetje oud. Ze spelen ook gewoon andere Nederlandse mensen op de server. En put taming food in last inventory slot. Eet jij gewoon measure berries. Oh, je hebt een heleboel measure berries nodig. Oké, okay. God damn. Oké, okay, ik moet even onthouden dat die ice wyvern daar staat. En wat is dit? Wat ben jij? Holy crap, er staat hier een huis met allemaal beelden. En I don't know what this is. Stuffed wyvern nest and eggs. Oké,
Oké, dit is een steen. Onder van fruitjes. Access inventory. I don't know, ik kan inventory accessen voor die dingen. I don't know. Dit is een locked. I don't know, kan ik kijken wat dit nou is? Dit is een cute huisje. Cute huisje. Ik wil ook ergens in de buurt, ik wil ook een base bouwen. Maar ik moet nog één level omhoog hebben. Kan ik jou weer feeden? Ik ga jou feeden. Moet ik bij jou in de buurt blijven? Of zo? I don't know. I don't know. Maar, oh, dit gaat nog redelijk snel ook nog. Dit gaat nog snel. Ik dacht dat dit best wel lang zou duren. Maar, is de server aan het crashen? Oh nee, toch niet. Nee, want ik heb net de server gejoined. Voor de tweede keer. De eerste keer was ik 15 seconden server toen, toen crashte de server. En ja, ik weet niet hoe dat kwam. Maar ja, ik wil even een parasol temen. Ik wil een parasol hebben. Ik heb heel lang geen parasol meer. Ik heb zelf mijn Ragnarok serie heb ik nog geen parasol getemd. Echt niet. Dus dit gaat ineens. Dit level 200 parasol. Dat is de hoogste dino die ik ooit getemd heb. Ja, dit is echt. Ik heb nog nooit 200, hoger dan 180 dino getemd. Nog nooit. Ik heb nog nooit Mortal speel. En ik weet, er zijn allemaal alpha dino's in de game. Er zijn allemaal rare draken, wyverns. Sommige horen bij deze map. Sommige zijn Mortals. Er zijn allemaal andere rare dino's in de game. En we gaan het allemaal uitzoeken. We gaan het allemaal uitzoeken. Yes. Yes. Ik weet helemaal niks van dit. Dus ik ga gewoon alles mijn tag geven. Gewoon voor het geval dat. Oké, ik noem jou Parapoeper. Jij bent onze Parapoeper. Kan ik een zadel maken van een Parapoeper? Ik denk het wel. Even kijken. Parapoeper. Parasol zadel. Oké. Heb ik nodig? Hide. Heb ik niet. Is er een pick-up mod in de game? Yes, volgens mij wel. Want daar heb ik iets van gelezen. Dat is een pick-up relic. Heb ik nodig? Hide. Ik heb geen hide. Damn it. Wat zijn je stats, by the way? Holy crap. Dat is de beste parasol die ik ooit gezien heb. Dat is echt de beste parasol die ik ooit gezien heb. Oké, ik moet dingen droppen, want ik ben best wel zwaar. I don't know, die bestjes heb ik nu even niet nodig. De touch heb ik nu nodig. Die is toch easy te vinden hier. Oké, Parapoeper, volg mij. Yes, en ik wil eventjes wat gaan levelen. Ik ga eventjes levelen. Wat is dit? Oh, hout, dat heb ik net gedropt. We gaan even deze boompjes ommaken. Even wachten of we level 11 zijn. Yes, dan kunnen we hier eerst een huisje maken. Ik denk dat ik daar een huisje ga maken. Die kan. Er is een plek waar niet heel veel andere beestjes zijn van andere mensen. Dat is een beetje niet leuk. En Ice Wiffen. Hi, hoe ga ik jou noemen? I don't know. Je bent niet iets van mij eigenlijk. Maar ik heb je gevonden en ik heb jou geadopteerd. Dat is wat ik gedaan heb. Ik heb een Wiffen geadopteerd. Oké, ik moet nog. Ik ben level 11. Nice. Oké, Persa. Yes. Jij blijft hier. Oké, kan ik het oppakken? Kan ik de hoed oppakken? Nice. Kan ik eventjes naar wooden structures gaan? Wood. Oké. Wood foundation leren. Nice. En oké. That's cool. That's cool. Dan wil ik ook een wall leren. Dat is ook de S-plus variant ervan. Dan gaan we een ceilingje leren. En dat is het dan. Dat is het dan. I know. Oké. Ik heb blijkbaar een heleboel hout nodig. En ik heb veel te veel touch. Dus laten we de touch even gaan splitten. Maar ik kan het niet splitten. Oké, ik kan het splitten. Nice. Oké, jij Parasol, jij blijft hier. Ik heb gelijk een level van 1 foundation. Cool, cool. Health. Ga ik dan maar eventjes levelen. Oké, Ice Wiffen. Ik ga jou een naam geven. En jij gaat heten. Hoe ga ik jou noemen? Ik ga jou noemen. Vondeling. Want ik heb je gevonden. Je heet Vondeling. Oké, dus ik wil eens kijken wat hier allemaal te vinden is in deze. Ik lag enorm in dit map. Misschien omdat ik dingen in moet laden. I don't know. Maar ik zit op een mooie paarse Ice Wiffen. En ik wil eens kijken wat deze hele mooie map voor mij. Holy crap, wat zijn dit? Zijn die getamed? Oké, dat zijn bush people. Dat zijn bush people. Kan ik jou temmen? Claiming allowed. Fruitjes. Claim broer. Ik wil niet allemaal dingen claimen. Wat zijn dit? Ik ga jullie killen. Ik ga jullie allemaal killen. Oké. Ik vecht tegen een random iguanodon. Tribesman iguanodons. Heb je dingen geloot? Oh god, je loot dingen. Oh, tribesman. Incoming. Kill hem. Oké.
Ik heb een tribesman gekillt. Heb je het loot gekregen van de tribesman? I don't know. Weet je wat ik even ga doen? Ik ga de shadows uitzetten. De game ziet er lelijk uit. I know. Maar mijn game lijkt niet meer zo erg. En jij hebt een level. En je hebt kibbel gekregen. Dodo kibbel. Oh, is goed voor een PTE. En wat is dit? Herbivore baby food. En carnivore baby food. Je bent ook in één keer geheeld. Holy crap. Hoe kun jij in één keer healen? Maar één ding begrijp ik niet. Waarom zijn er zoveel dino's hier die ik kan claimen? En oké, ik heb een heleboel levels. Oké, ik heb geen idee wat een max level hierin is en zo. Oké, jij bent broer. Ik wil geen... Ik ga niet dingen claimen wat van mensen zijn. Ik heb één wiffer geclaimd. Die kwam ik tegen toen ik spawnde. En die zijn natuurlijk allemaal claimable, of niet? Ja. Yeah. Die zijn van fruitjes. Ik heb geen idee van wie dat is. Tropical Crystal Wyvern. Nee. Ik wil dingen zelf doen. Ik wil niet dingen claimen. Ik heb alleen vondeling hier. Dat is de enige dino die ik heb gevonden. Daar is ook vondeling. En dat is de enige die ik heb geclaimd. En nou wil ik kijken wat ik allemaal kan vinden in de wereld. Ik wil wilde dino's vinden. Wilde dino's die ik kan gaan temmen. Yes, dat wil ik hebben. En ik weet dat die allemaal rare dino's zijn in deze wereld. En ik wil ze allemaal gaan ontdekken. Ik wil kijken of dino's... Ik zie hier een hele geweldige parasol. Ben jij een speciale parasol? Ben jij een speciale... Je loopt enorm snel, moet ik zeggen. Oké, jij bent volgens mij... Oh my god. Mijn eerste death. Je hebt gekillt een alpha parasol. Jongens, meisjes, dames, dit is een alpha parasol. What the? Ik zie wiffers hier. Waar ben ik gespawnd? Oh god. Wacht. Ik ben gespawnd op een andere plek. Ik was net helemaal ergens anders. Waar is mijn wyvern, vriend? Die is ergens aan de overkant daar. Denk ik. I don't know. Waar ben ik? Er is een beest hier. Ik heb geen idee, jongens en meisjes. Echt niet. Ik ken de map niet. Ik heb geen idee waar ik ben. Mijn vondeling is... I don't know, weg. Die wordt waarschijnlijk gekillt door een alpha parasol. Dit is een bevis. Met een sarco. Kan ik niet doorgaan en gewoon even ergens anders spawnen? Misschien spawn ik op dezelfde plek. En kan ik misschien... I don't know. Dus niet spotten met een alpha parasol blijkbaar. Dat is een alpha parasol. Waar ben jij? Jij bent een reuzetje, boa. Kill mij! Sarco. Oké. Ik had een raar effect toen ik gekillt werd door de Sarco. Oké, ik zie inderdaad een A-tekentje. Ik zie dit hier. I don't know wat dit allemaal is. Maar spawn maar weer terug. Kijken waar ik nu spawn. Ik spawn. Waar ben ik? Er zijn die dodo's. Ik zie een dilo. En een dolus en dodo. Female dodo. Ik heb mijn spul. Ik hou mijn items. Are you kidding me? Serieus? Oké. Holy shit. Oké. Ik wil even mijn skins droppen. Ik moet even instellen. Even kijken. Voor mij kan ik ergens instellen dat ik niet mijn skins krijg als ik. Even kijken. Dat staat hier. Even kijken. Default survival items. Oké. Als ik nu doodga, dan heb ik mijn skins dus niet meer. Elke keer. Maar die hoef ik niet. Oké. Mijn armen is kapot. Repareer mijn armen. Oké. Dus. Jongens, meisjes, dames en heren. Ik ben dus nu weer dood. Alweer. Yes, dat gaat wel vaker. Raw salt. Ik wil crystals. Ik heb crystals nodig. Wie ben jij? Disco pumper. Oké. Disco pumper. Oké, 20 crystals. Yes! Oké. Nu moet ik iets gaan killen. Oké, ik heb skillen. Er was een dodo's en dodo hier. Oké, er was hier net een dodo's en dodo. Oké, die wordt gekild. Jij! Hoeveel health heb jij? Hij is dood. Oké. Dodo's en dodo's killed. Hide. Yes. Kan ik dit ding harvesten? Oh, blue gems. Holy crap. Ik ga schuilen in deze base. I don't know van wie die base is. Maar het is de base van Ramario. Demolish allowed.
Wat is er deze server aan de hand? Mensen zijn gestopt of I don't know wat er allemaal aan de hand is en dat soort dingen. En ik wil eventjes meer health krijgen. I don't know of dat nodig is. Maar kunnen wij een speciale spyglass maken? En nee, waar moeten we die spyglass überhaupt maken? Spyglass. Even kijken. Oh, ik moet hem eens leren. Duh. Oké. Kunnen we hier maken? We kunnen jou craften. Nu kan ik dus zien wat bepaalde dingen zijn. Oké. Dat is nice. Oké. Laat ik jou in mijn 8e inventory slot doen. Hoe werk jij? Nee. Jij moet hierin. Oké. Oké. Hoe werkt dit ding? Holy shit, dit is een hele aparte... Je kan zien wat dat is bijvoorbeeld. Dat is een Triceratop, level 100. Tameable. Een dodo hier. Ik zie een Sarco in de vette. Dit is een duiken. Die dodo kan ik niet gebruiken. Hoe kan ik dit uitdoen? Oké. Female dodo. Ik ga jou temmen. Ik ga het female dodo temmen. Daarna ga ik hier een base maken. En een bed. Zodat ik in ieder geval dingen kan gaan maken. Dus oké, ik zie je straks terug. Maar ik... Nee, laat eerst eens dodo temmen. Yes. Dan gaan we kijken of we misschien een fly kunnen temmen of iets anders. Ik wil dus eerst trank arrows leren. Een boog maken, trank arrows maken. En ja, dat soort dingen. Nice, oké. Dodo, stop. Wat de hel did die parasol? Wat is dat voor parasol? Dat is een normale parasol. Wat ben jij? Normale Dilo. Oké, chill. Ik wil hier een base maken, denk ik. Er zijn heel veel sarcos in de buurt hier. Misschien moet ik een andere plek zoeken voor een base. Ah, oh, no, no. Ik loop hier naakt met een dodo. En er zijn Dilo's in de buurt hier. En ik zie een blauwe dodo. Ik ga deze dodo gewoon puur gebruiken. Als iets mij aanvalt, ga ik als bait gebruiken. Ik laat hem achter, zodat deze dodo gewoon gekild gaat worden. En ik... dat niet ben. Ik zie een alfa. Oh, een alfa schildpad. Oké, okay, een alfa turtle. Oké, okay, ik laat jou gewoon hier. Maakt het maar uit? Nee. Wat ben jij? Claiming. Ik wil niks claimen, game. Ik wil niks claimen. Laat mij AUB niks claimen. Ik wil alles zelf doen. Oké? Okay? Game? You understand? Hopelijk. Denk ik. Oké. Okay, dus voordat ik eventjes weg ga, dadelijk, is iets van een spoiler. Even kijken, iets van een meat spoiler. Meat. Is er niks van een spoiling binnen ofzo? Hoe moet ik mijn meat spoilen? Is er iets van een, iets waar ik iets in kan spoilen? No. No. Blijkbaar niet. I don't know. Oké, wat is het? Ik heb geen idee wat het allemaal is. Upgrade station. Explains how to use upgrade station. Blueprint station. Blueprint station, upgrade station. I don't know, what is dit? Oké, level up counter. Remote is used to able to see how many points you have put into each stat. Oké. Okay. Sculpting placeholders into create simple statues. Oké. Okay. Also is all fog remover. Awesome teleporter remote. Awesome teleporter, dus ik kan teleporteren. Restack a build. Use the resource stacks in your inventory. Oké, ja. Yeah. Ik heb dus geen idee hoe ik in godsnaam meat moet gaan spoilen. Nee, Ruse Popola. Dat is goed. Ik kan een boog leren. Laat ik de boog leren. Laat ik de arrows leren. Dus een bulk dry cooker. Put fuel in start cooking, making soups, kibbles, dice, or whatever. Oké. Okay. That's cool, that's cool. Kibble table. Kibble made simple. Oké. Okay. Dus je kunt blijven bij kibble craften. Wat oké okay is. Sommigen jullie zouden denken van, huh, maar... ik weet dit allemaal al lang. Ja, maar ik niet. Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Alpha Parasol Saddle. Oké. Okay. Yes. Dus ik moet even kijken. Hoe kan ik nou spoiled meat krijgen? Heb ik spoiled meat... Wacht even. Heb ik spoiled meat nodig voor... Wacht even. Arrow. Trank arrow. Hoe maak ik trank arrow? Dit is gewoon... Oh, het is gewoon narco berries. Oh, I'm stupid. I know. Oké. Okay. Maak een boog. Yes. Kan ik een bola leren? Een bola... Reusable Bola. Oké. Okay. Nice. Oké. Okay. We maken even een boog. Dan maken we 50 arrows. Maak 50 arrows. Nice. Nice. Oké. Okay. Dan wil ik kijken. Ik wil een tweede boog maken. Ik maak er gewoon nog een keer 50 bij. I know, dit gaat heel lang duren.
Dus, ja, ik ga gewoon wat foundations craften. Wat de hel is dat in de verte? Alpha Capro. Ik heb geen idee. We kunnen nooit een Alpha Capro temmen. Het is een Alpha Capro. Oké. Ik sta helemaal vast nu. Oké, ik ga eerst 100 arrows craften. Ik heb 2 bogen. Ik heb geen voedsel, maar ik heb genoeg berries in mijn inventory, dus dat komt wel goed. Dus, nice. Ik ga wat Trank arrows maken. Ik ga een kleine base maken. Ik ga een bed proberen te maken, zodat ik hier kan terugspawnen als ik dood ga. Wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren. Ik heb meer weight nodig. Weight is zo belangrijk in de game, volgens mij. Oké, nou wil ik even kijken. 50, 46 Trank arrows maken. Is ook goed. Maak 46 Trank arrows. En dan wil ik kijken of ik iets kan killen. Oké, ik zie hier een frog lopen. Wat voor level is een frog? Kan ik die überhaupt killen? Jawel, die kan ik best wel killen, denk ik. Ik kan best wel killen voor wat height of zo. Ik wil ook een Dilo temmen. Oeh, dat lijkt me wel cool. Een Dilo te temmen. Een Dilo. Ik zie een Moss Chops. Een Moss Chops. Level 340 Moss Chops. Holy crap. Oké. Okay. Weer een level. Ik ga zoveel level in weight. Ik moet zoveel level in weight. Dat moet. Dat moet. Ik heb... Ja, wat maakt mij zo zwaar? Ik heb de hout misschien. Drop de hout. Oké. Deze wat arrows. Deze wat tracks. Oké, maak nu een bola. Kan ik een bola maken? Wat heb ik er nodig? Stone. Ik kan wel stone craften. Of craften. Ik kan wel stone harvesten. Oké. Nice. Laat ik even een bola maken. Nice. Dus laten we kijken of we iets kunnen gaan temmen. Iets. Ik wil iets temmen. Of laat ik eerst iets gaan killen. Zodat ik misschien hide armor kan maken. Wat is er voor armor in de game? Kan ik al hide? Ik kan al hide dingen maken. Oké. Dat wil ik even allemaal leren. Maar dan moet ik dingen voor killen. Oké. Dus laat ik eventjes met deze... Ik ben zwaar. Ik ben enorm zwaar. Waardoor? I don't know. Stones. Foundation kan ik droppen. Die kan ik wel droppen. Wood. Thatch. Oké, ik ben lichter nu. Dodo. Waarom kan ik die boom... Waarom kan ik met... Oké, die dodo heeft enorm veel health. Hoeveel helft is deze dodo? Holy crap. 50 height erbij. Oké. Oké, chill. Ik heb weer een level. Ik doe weer een weight. Is zoveel belangrijk. Laat ik kijken of ik een Dilo of zo kan temmen. Iets dat mij sterker maakt dan alleen maar in mijn eentje hier zitten. Kompie, level 3. Oké. Voor mij heb je een alpha boost. Dat betekent dat een alpha in de buurt zit. Oké, zie je die Dilo hier? Wat voor level is de Dilo? Level 200. Dat lijkt me prima Dilo. Val jij mij aan? Kan ik jou tamen? Oh no, er zijn een heleboel kompies. Er zijn een heleboel kompies. Waarom zijn er zoveel kompies? Waarom zijn er zoveel kompies? Kan ik jullie knocken? En hoeveel torpor doet dit? Hoeveel torpor heb ik jou nou gedaan? Oh god, dit is best wel veel. Oké, ik ben knocked, oké. En jij nog? Come back. Oké, wat eten zij? Prime meat. Of carnivore treats. Heb ik carnivore treats? Ik heb geen carnivore treats. Ze kill jullie. Ga jullie killen. Voor jullie hide. En we killen de kompies.
Oké, en er is een Dialo hier. Oké, ik laat de Dialo eerst deze ding killen. Oké, we gaan proberen deze Dialo te... Oh, daar is de Alpha Capro. Die Alpha Capro is super snel en de vette. Oké, hij is unlocked. Damn. Level 220. Hier heb je meat. Ik denk dat je 500 meat wel genoeg hebt. Je krijgt toch een temmend meat of niet? Ja, op zich wel. Op zich wel, je hebt 4 meat nodig. Blijkbaar, oké. Ik heb water nodig. Ik moet water gaan halen. Oké, ren naar, naar het water daar. Oké. Oké, dit is een goede plek voor een beest. Maar mensen hebben hier dan beest gemaakt. Oké, dus we hebben een Dialo. Prima. Prima dat we een Dialo hebben. Denk ik. Dus ik heb water nodig. Laat ik even water halen hier. Rustig, poppetje. Ik ben water aan het halen. Rustig, character. Oké, ik ben bij het water. Oké, chill nu. Chill nu. Oké. Maak eventjes... Oh nee, ga weight levels. Level 32. Oké. Oké, chill. We leven nog. We hebben een Dialo. We hebben straks een Dialo. Denk ik, hoop ik. Dus... Oh no, I don't know. Dat wordt een lange video. Maar... Ja, dit is allemaal nieuw voor mij. We hebben een dodo hier van level 359, wat is awesome veel is. Eigenlijk, maar ik wil uitkijken voor die Alpha Capro. Ik ben aan het eten. Oké, hier is die Alpha Capro is echt dicht in de buurt. Is echt dicht in de buurt, oké. Hoe kan ik in godsnaam winnen van een Alpha Capro? Als je me ziet, ben ik dood. Oké, misschien moet ik een beetje uit de buurt gaan. Misschien moet ik ergens hem... Oké. Oké. Chill, prone op de grond. Oké. Laat ik eventjes een bed leren. Simpel bed. Een S plus bed. Kan ik een S plus simpel bed maken op dit moment? Nee, wat heb ik even nodig? Wood and thatch. Prima, dat kunnen we gewoon halen hier. Daar is de wood. En de thatch heb ik waarschijnlijk nu ook wel. Nee, waarschijnlijk nog meer thatch nodig. Oké, nu waarschijnlijk wel... Maak een S plus simpel bed. Heb ik een foundation bij me? Nee, dan plaats ik gewoon een foundation. En dan kan ik in ieder geval terugkomen hier als dat nodig is. Chill. Oké. Level. Ik kan nog meer level in health, want ik heb dat blijkbaar nodig. Laat ik even kijken. Too close by enemy foundation. Hier kan ik blijkbaar wel bouwen. Prima. Dan bouw ik hier. En place. Chill. Oké. Als ik doodga. Oké, daar hebben we deze, namelijk die Alpha Capro. Holy god. Mijn Dialo is klaar met temmen. Dialo, kom. Volg mij. Dialo, oké. Alpha Capro. Je topo is 85.000. Hoe hoog was jouw topo? 1,5. Oké. Je hebt het niet te temmen voor mij. No. Daar is een Turbobird. Oké. Okay. Laten we dichter. Wat ben jij? Een Triceratops, level 80. Oké. Okay. Oké, okay, prima. Oké, okay, jij kan mij volgen, Dialo. We gaan weg bij die Capro. Want die Capro, ja, die is gewoon heel. Wat is hier? Triceratops, level 180. Carbonimus. Oké. Okay. Hoeveel top heb jij? 1,4k. Ik kan jou op zich makkelijk temmen. Dat is op zich niet zo moeilijk. En jij, ik kan jou op zich ook easy temmen. Er is een Baryonyx daar in de buurt. Wat is dit allemaal? Oh, dat zijn allemaal simpele dingen. Oké, okay. Ik moet echt naar boven zien te komen. Dus ik moet een flyer proberen te temmen. En dat gaat niet makkelijk zijn, denk ik. Oké, okay, wat zijn jouw stats bij de buurt? Er is een Alpha in de buurt. Ben je Alpha Boost vanwege die Alpha daarachter, die Alpha Capro? Serieus? Jouw stats zijn niks. Jouw stats zijn helemaal niks. Helemaal niks. Kan ik Hide Armor maken? Oké, okay. Maak wat Hide Armor. Ik heb het nodig. Ik heb het hard nodig. Ik ben naakt op dit moment. Oké, okay, dus ik moet kijken of ik meer dino's kan gaan temmen. Dit is een alfa in de buurt. Oh, crap. Ik haat alfa's in normaal ark. En hier zijn alfa's nog erger. Hier hebben we ook alfa boosted. Ben je boosted van een alfa die helemaal erachter is? Of is er nog ergens een alfa in de buurt? Ik moet gewoon even kijken hier. Wat deed jij nou weer? Oké, ik heb geen idee wat jij deed. Maar... Oké, is er ergens een alfa in de buurt hier? Nee.
Misschien niet tegen Alpha. Oké, okay, maar de vraag is, kan ik jou tamen? Oké, het lijkt hier nog. Level 180. Waarom lijkt die er? I don't know. Iets te laat blijkbaar in. Oké, okay, ik ga proberen jou die trikey te temmen. I don't know. Moet ik dat doen? ik heb echt geen idee wat ik nu moet doen. Dit is allemaal nieuw voor mij. Het is allemaal nieuw voor mij. Ik wil eigenlijk een klein huisje maken, maar het is veel te gevaarlijk hier. Ik wil eigenlijk liefst een PTE temmen. Maar ik heb geen idee waar ik heen moet. Ik heb mijn Dylo. Daar kan ik niet op rijden. Daar kan ik niks mee. En ik moet zien boven op die berg te komen daar. Waar ik straks ook was. Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik... Oké, dit is wel heel raar. Ik zie allemaal kapers daar rondlopen. Kapers die gevecht met trikes. En I don't know wat er allemaal aan de hand is. Hier. Dus, ja. Ik ga... Holy shit, wat is hier aan de hand? Er zijn de kaper en de Baryonyx. Trike hier, level 80. Hier wordt veel te laag. Dames en heren, jongens en meisjes. Mijn ergste nachtmerrie is waar. Een turkey. Oh my god, oké. Okay. Dat is dus datgene dat mij killde toen ik voor het eerst dit speelde. En daar zie ik een draak. Oké. Okay. Ik weet niet waar ik heen ben gelopen, maar ik loop hier ergens. Zeker. Deze eerste aflevering gaat toch wel lang duren. Maar ik wil ergens op een van die eilanden gaan wonen, maar dat is het veilig. Ik wil naar een base bouwen. En ik wil eerst een flyer hebben. Maar ik kan... Is dat een alpha turtle? Ben jij een alpha schildpad? Ja, je hebt 102... Oké, okay, je bent niet te temmen voor mij op dit moment. Je bent niet te temmen. Maar jij hier bent wel te temmen voor mij. Je bent een level 60. I don't really care, maar ik tem je gewoon. Omdat het kan. Je hebt een instant down. Oké, okay. Hier heb je wat meat. I don't know of meat jij nodig hebt. Maar ja, ik heb ook levels. Oké, okay, health vind ik belangrijk nu. Ook is de weight belangrijk. Maar, I don't know. Kan ik een PTE zadel maken? Volgens mij wel ongeveer. PTE 38. Maar ik heb daar volgens mij kite en een keratin is over nodig. Maar dat heb ik niet. Oh my god, zijn dat... Is dat een alpha dodo? Please don't tell me dat is een alpha dodo. Een prime dodo. Oké, okay, ik denk niet dat ik wel spot met een prime dodo. Oké. Okay. Wat ik ga doen is, kan ik eventjes iets van, iets met water maken? Hier is een water skin, heb ik al geleerd. Oké, okay, maak een water skin. AWB. Yes, want ik heb elke keer problemen dat ik water nodig heb. Oké, okay, water skin. Prima, ik heb nog steeds helemaal geen meat, gebakken ofzo. Dus oké, okay. Chill muis, chill. Oké. Okay. Ik heb dus geen idee waar we aan het begin spawnen. Of het hierboven ergens was. Of waar het ook was. Ik heb geen idee. Maar dat zijn prime dodo's. Ik heb geen idee wat je kunt doen met een prime dodo. Ze hebben een heleboel torpor. Wat ik waarschijnlijk niet kan hitten. Bijvoorbeeld, jij hebt een one hit. Maar hoeveel torpor heb jij? Je hebt 500 torpor. Ja. En ik kan nooit een prime dodo meenemen op dit moment. Dus. Yeah. Dus. Ik ga deze... P2 achter me laten. En ik ga gewoon verder moven. En ik zie wel waar ik uitkom. Als ik een wiffer tegenkom die ik kan claimen. Dan claim ik hem. Yes. Omdat ik gewoon puur wil kijken waar ik kan komen. En ja, ik heb geen idee waar ik ben. Nee. Volgens mij ben ik verdwaald. En dan ben ik weer. En ik ben deze tropical wiffer aan het temmen. Het is een passive tame. En je hebt 5. Nee, 6 faced crystal voor. Die heb ik net geharvest van deze crystal. En dit is gewoon... Ja, we gaan deze gewoon temmen. En dan hebben we een wyvern. Een male tropical crystal wyvern. Holy shit. Ik had niet meer die verwacht. Ik was gewoon een beestje aan het bouwen. En in één keer... Ja, dit is zo cool. Helaas kan ik niet zien hoe lang dit duurt om deze dingen te temmen. Dat is het nadeel namelijk. En... Ik heb ook achtergekomen, deze spyglass enorm goed is om te kijken of de enemies in de buurt zitten. Of bijvoorbeeld dino's die mij kunnen killen. Ik zie daar een trike, die doet mij waarschijnlijk niks. En dat soort dingen. Dus als er bijvoorbeeld een Dylo weet naar mij toe te sneaken. Dan kan ik dus heel makkelijk gewoon via dit ding kan ik dat makkelijk zien. Heb jij weer honger? Nee. Dus ik heb geen idee hoe lang dit
duurt, maar even kijken. Ik heb geen primal crystals. Heb ik primal crystals? Ik denk het niet wel. Nee. Ik heb geen primal crystals. Maar yes, ik ga deze Mild Tropical Wyvern temmen. En ik zie je straks hopelijk terug wanneer ik deze getemd heb. En daar ben ik weer. En ik kan deze Wyvern nu temmen volgens mij. De laatste crystal. We hebben hem! We hebben hem! En ik ga jou noemen. Hoe ga ik je noemen? Ik ga je noemen. I don't know. Wat is een goede naam? Bob. Ik wil ook jou Bob. Bob. We got Bob. Nice. We got a Wyvern, boys. En girls, we got a Wyvern. En het is in de stats. De stats zijn bagger. De stats zijn slecht. I know. Maar ik zie nog een nieuwe Wyvern. Right over there. What are you? Oké, dat is een attack. Oké, ik wil niks te maken hebben met attack. Dat is volgens mij Bob. Nee, dat is Bob. Ik wil kijken, wat is dat? Alpha Cabot Nimbus. Oké, wat ben jij? Een Tropical Wyvern. Oké, die dingen zijn. Oké, dat is een kalkoen. Dat is een kalkoen. I'm going. Ik wil graag, heel graag, die schildpad. Maar dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden, ben ik bang. Dus we hebben een Tropical Crystal Wyvern. Holy crap. Damn. Dit was wat ik graag wou in deze aflevering. Maar nu wil ik eens even rond gaan vliegen. Op deze schitterende Wyvern. Yes. Nee, wacht. Back. Ik ben ook een PTE aan het temmen. Yes. En we hebben dus nu Bob. Mijn mooie Crystal Wyvern. Hallo, kleine Shinehorn. Oké. En hier is namelijk een PTE. Die ben ik ook aan het temmen. En ja, hij is bijna klaar met temmen. Oh, dit gaat wel easy. Dan loopt hier een baby schildpad. Level 80. Baby schildpad van level 80. Dan loopt er ook een Bronto. Ja, dat is best wel een hoge level Bronto volgens mij. Hij is een baby. En ik moet level 55 zijn om het te kunnen temmen. Deze hier. Ah, nou kan ik het zien. Level 400 juvenile Bronto. Yes, dus ik wil deze graag temmen. Alleen, het kost heel veel. Het kost echt enorm veel. Dus wat ik nu wil doen, is ik wil eventjes gaan kijken waar de base is die wij dus kijk, doe maar gewoon een movement speed. Die snel. Oké, hier is nog een Wyvern. Nou, dit is een keer wel passive tame, dat is op zich best wel chill. Maar ik wil eens even kijken, waar is dus de base waar we aan het begin waren? Dus ik wil eerst die beginbase terug zien te vinden. En dan kijken of het daar, of ik daar gewoon, voor mij staat hierboven. Of ik daar, ja, dat is hierboven. Ik denk dat het hierboven is. Jawel, dat is hierboven. Oké, laten we even kijken. Is het hierboven? I don't know. Wacht, is dat hier? I don't know. Ik ken de map dus niet uit mijn hoofd, dus ik heb geen idee. Oh, hier is dat. Yes, hier is het. Oké, maar waar ben ik heen gevlogen? Dat was daar. Ik ben hier toen heen gevlogen. Dus hier moet mijn Ice Wyvern zitten. Hier ergens. Ice Wyvern? Nee? Geen Ice Wyvern? Of was dat hier? Dat was hier. Bij deze Wyvern zie je. Aha! Nice. Dus hier moet ik zijn. Waar is mijn. Is mijn Wyvern dood? Is mijn Wyvern serieus dood? Of zit hij hier ergens? Mijn Ice Wyvern, zit hij hier ergens? I don't know. Waar is mijn Ice Wyvern? Oh, hier is hij. Hij wordt aangevallen. Oké, hij volgt me of niet? Hij volgt me. De Alpha Parasol was hem aan het aanvallen. Oké, chill. Alleen hier staan ook drie Wyverns. Ja, en die zijn van niemand. En jij bent echt bloody. Jij bent echt super bloederig. Volg mij hier naar boven. Ja, en jij volgt mij amper. Waarom volg jij mij niet? Oké. Chill, ga hier landen. Oké, en wissel stop. Waar ga je nu landen? Ga je nou naar beneden landen? Oké, nou dan gaan we daarin. Denk ik. Oké, we landen ook even hier beneden dan. Dus, we hebben hier namelijk een aantal wiffens staan. Die zijn dus niet van mij. Deze wiffens zijn van de fruitjes. Alleen dit kan ze claimen. Die hebben dus aan het begin zijn we die tegengekomen. En ik weet niet of ik hem ga claimen of niet. Er zijn er hier drie in totaal volgens mij. Dit is de vondeling. Deze kwamen wij dus tegen. Alleen, ja, hij is niet echt heel erg goed. Ik kan even de pick-up mod gebruiken.
Dan kan ik je even iets oppakken. Ik heb mijn schouder zitten. Wat level, ben jij? Jij bent 400 nog wat. Oké. Okay. En jij bent paas. Dat is best wel cool. Oké. Okay. Ik ga de hoogste level claimen, denk ik. Ga ik de hoogste level claimen? Ik denk het wel. Alleen even kijken. Dat was dus die Alpha Parasol. Die wil ik graag de volgende aflevering proberen te temmen. En die was dus helemaal hier. Die was dus hier. Hier is dus een Alpha Parasol. Yes, daar is namelijk de Alpha Parasol. Oké, laten we kijken. Jij bent de Alpha Parasol niet. Yes. Jij hebt op zich niet heel veel topo. En ik kan je best wel trappen, denk ik. Oké. Maar wat ik daarvoor wil doen. Is ik wil eerst zorgen dat ik Trank Dart en dat soort dingen heb. Want ik denk dat die veel meer topo doen. Dus, yes. Dus wat ik ga doen. Is, moet ik hem claimen of niet? I don't know. Ik denk niet dat ik hem wil gaan claimen. Lijkt me een beetje... Oké, er komen allemaal... Dat zijn tribe mensen. Oké, dat zijn tribe mensen. No. Ik ga niet vechten met de tribe mensen. Niet met deze wyvern. Deze wyvern is... nou, niet heel goed daarvoor. En... ik heb dus een base gemaakt. Ik weet echt niet meer waar mijn base is. Die vind ik waarschijnlijk gewoon wel terug. Maar, yes. Oké, jij blijft even hier staan. Prima. Ik zit vast. Waar zit ik vast? Oké. Meneer en mevrouw Ice Wyvern. Vondeling. Yes. Laat ik jou eventjes pakken. En dan kijken of ik hier wat van die... Of die mensen hier nog zijn. Waar zijn die... Ze zijn hier niet. Oké, ze zijn gedespawned. Dus ik weet niet. Misschien dat ik hem straks claim. Misschien dat ik niet... Ik denk niet dat ik ze ga claimen. Dat zal een beetje niet leuk zijn. Maar jongens en meisjes, dames en heren. Dit is denk ik het einde van deze aflevering. Van Ark Extinction. Cool. Ik weet niet hoe het genoemd. Ik denk Ark Mordred. Dit is gewoon de eerste aflevering van Ark Mordred hier op Ark Extinction Core Server. Jongens en meisjes, willen jullie meespelen op deze server? Het is een opbare server. Ik zal de link in de beschrijving zetten en jullie kunnen meedoen op deze server. Jullie kunnen mijn tribe joinen en ik zal het op prijs stellen als jullie meedoen. Want ik denk dat sommige van jullie misschien wel beter deze mod en dit soort dingen kennen dan ik. Dus ja, vond je de video leuk? Wil je meer Ark Mordred zien? Laat natuurlijk een like achter op deze video. Abonneer als je nieuw bent en hopelijk zie ik je allemaal terug in de volgende aflevering van Ark Mordred hier op mijn kanaal.